Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups & Down. Vanmorgen heb ik Jordi naar school gebracht. Liam en Sam weer mee terug naar huis genomen. Toen heb ik alles nog een beetje gedaan, zeg maar. Toen kwam Daphne, onze oppas. Die kwam, want ik moest naar Jordi's school terug. Omdat Jordi vandaag zijn rolstoelpassing had. En als die zover goed was, dan kreeg hij hem. Dat is dus gebeurd. Hier ga je een foto zien. En toen ben ik even gauw naar de winkel geweest. Een paar boodschappen gehaald. Toen ben ik weer naar huis gegaan. Heb ik de oppas bedankt. En zij is nu net weg. En ja, het is weer maandag. Dus laten we de week weer beginnen. Ik ben wel heel moe. Ik heb ook last van hooikoorts. Ik weet niet wat er is. Maar goed. Ik weet niet wat er nu bloeit, maar ik nies mijn eigen helemaal de... Dus dat. De kindjes zijn eventjes hun relaxed momentje aan het houden. En het wordt vandaag ook weer warm weer. Maar ik ga niks met water doen voordat we Jordi op gaan halen. Dat gaan we daarna pas doen. Dus ja, we gaan verder wel zien hoe de dag loopt. Oh ja, en ik moet straks wel eventjes... Ik weet hoe Jordi zijn rolstoel uit elkaar moet. Maar ik moet hem nog in de auto krijgen enzovoort. Dus het gaat wel een puzzelstuk worden. Maar dat komt goed. Het is net de Transformers. Ik ga het jullie binnenkort laten zien. Maar het is net alsof je met de Transformers werkt. Sommige mensen zullen dit misschien niet helemaal begrijpen. Maar we waren net in de Lidl. Ik en Sam. Want ik heb Jordi en Liam naar school gebracht. Maar Sam die zag baby. Dat ding kan ook nog praten ook. Nou, hij is rustig. Ook goed. Maar hij zag dus baby. Miss baby. Is een baby. En hij wilde heel graag baby. Oh no. Oh no, wilde je geen baby? Jawel toch? Hij wilde wel baby. Met baby. Moet je deze moet je zo erin doen, zo. Tut. Nee, kijk, baby. Is een baby. Ja. Maar baby knuffelen, baby verdrietig zo. Ah. Maar mij maakt het helemaal niks uit. Dat mijn kind een pop heeft of wat dan ook. Niels die was er eerst heel erg van, nee, gaan we niet doen. Maar ik heb tegen Niels ook gezegd van, ja, als hij een pop wil, krijgt hij een pop van mij. En het hoeft geen dure pop te zijn, hè. Dit was een tientje. Baby. Maar als hij even gelukkig is met zijn baby, prima. Nou, dat hebben wij weer. Mijn afvoer van de wasmachine loopt niet door. Mijn hele douche staat blank. En nou komt het water uit mijn plafond. Het komt daaruit. Dus, ik heb Niels gebeld. Die komt nu terug naar huis. We gaan het afwachten. Nou, update. Nu, ik ben, toen Niels hier was, ik even gauw laten zien waar ik dacht dat het was. Niels zei wel dat ik daar eens gelijk in kon hebben. Hij heeft een gedeelte van de afvoer moeten doorzagen. Doorgeprikt. Daardoor liep alles weer weg. En nu gaat hij vanavond, nadat we gegeten hebben, het even fixen. Zodat ik morgen weer alles kan gebruiken. Even kijken of de hond iets gedaan had. Niet dat ik zie. Want Niels heeft de deur dicht gedaan. Nee, we gaan nou niet met water spelen. Er komt dadelijk iemand voor Jordi. Zo dadelijk komt er iemand op gesprekverstichting mee. En het is hier een pestpleurisbende. Dus ja, hè? Daar moeten ze maar even doorheen kijken. Als ik de uitleg, snapt ze dat echt wel. Ik vind dat heel erg en heel irritant en heel lastig. Maar soms is het zoals het is. En we doen het er maar even mee. Ik ga eventjes gewoon wat drinken. En zorgen dat ik klaar ben voor de stichting mee, mevrouw. Die snapt echt wel dat als ik dit vertel, hoe en wat. Oké. Lekkage-update. Niels die heeft alles helemaal gemaakt nu. Ik kan het niet laten zien hoe en wat. Want hij is het nu dicht aan het maken. Dat was ik vergeten.
Ik kan jullie wel laten zien hoe verstopt hij was. De kinderen zijn nu nog wakker. Het is 9 uur. Maar Niels moest herrie maken. En dit moest gemaakt worden. Want we konden niks meer boven. Dus de kinderen hebben vandaag geluk. En gaan iets later naar bed. Nu is Niels daar aan het opruimen. Ik ga rustige aanstalten maken om de kinderen naar bed te krijgen. Of in ieder geval pyjama's aan, et cetera. En dan kunnen ze daar lekker naar bed toe. En dan is het weer zover gedaan. Het was eventjes voor Niels echt een terreur. Het zweet stond in zijn pilnaad. De reuzel die is daar geplakt. Maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft het wel gemaakt. Hij is nu de rotzooi aan het opruimen. En ik ga even met de kinderen aan de slag. Nou, de kinderen liggen op bed. Niels heeft boven alles een heel eind opgeruimd. Ik heb een wasmachine even aangezet, want dat was wel nodig. Even kijken, welke is het? Oh ja. Ja. Dit was helemaal dicht. Ja, dat heeft hij helemaal weer open gemaakt. Dat. Dus ja. Er zit een heel nieuw stuk in. Dat heeft Niels allemaal geregeld. Toch, Niels? Ja. Dus, bloed, zweet en tranen. Ja, bloed niet. En ook niet tranen, toch? Heb je wel zitten janken? Zweettranen. Jij hebt zitten janken. Ja, ik heb zitten janken, ja. Ik heb zitten janken. Echt oprecht. Maar ja, ik ga nu al die benden hier schoonmaken. Wat Niels gemaakt heeft. Maar ja, hey, als je er iets voor terug hebt, wat weer werkt. Dat is alleen maar mooi meegenomen. Niels gaat nu even genieten van zijn welverdiende rust. Ga je even uitkoelen? Ja. In de regen? Ja, het hangt in de droog. Oh, oké. Okay. Nou, dus dat. Een hele goede morgen. Middag. Het is middag. Middag. Ik heb hier de boel helemaal gepoetst. En dit is dus weer netjes. Ja, je staat wel van alles nog op de aanrecht hoor. Maar ja, dat is voornamelijk, dit is allemaal schoon. Dit niet, maar dit is allemaal schoon. Dus dat. Niels is natuurlijk werken. En ik heb vanochtend iedereen naar school gebracht. Toen ben ik eventjes gauw naar de winkel geweest. En toen ben ik naar huis gegaan, heb ik hier de hele benedenverdieping gepoetst. En ja, dat hoef ik er straks niet meer. Dat hoef ik straks alleen om op te ruimen. Dus dat. En nu ga ik alles rechtzetten en dan ga ik even eten. En dan is het alweer tijd om het gespuis van mijn gezin op te halen. En ja, dat is wat de bedoeling is. Ik weet ook niet hoe laat Niels thuis is. Dat weet ik ook allemaal niet. Dat gaan we zien. Ik weet wel dat ik straks even de douche moet poetsen. Daar ben ik niet meer van gekomen. Ik dacht, hier ligt overal nog van dat geboorspul en cement, dat soort dingen. Ik denk, dat moet ik wel even nou gaan doen. Omdat de kinderen beneden spelen natuurlijk. Dus dat heb ik gedaan. En nou is de kwestie van alles even rechtzetten. En ja, zodat het hier gewoon schoon is. Ik heb de bank helemaal afgedaan enzovoorts. Dus ja, ik ga even alles nog rechtzetten. En dan even eten. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb, oh, Liam. Ik heb heel de Bambix-bende opgehaald. Sammy zit weer met baby. Wie is dit? Baby. Is dat baby? Is jouw schatje, hè? Is het ditje? Kom maar hierin. Hallo. Hier kun jij wel. Dat kun jij wel. Moet je zo doen. Kijk, opletten. Kijk, hij zit toch? Hij zit toch? Wauw. Heb je goed gedaan? Het is jouw baby, hè? Sammy's baby. Ja, baby. Dag, tot de volgende keer. Ja, dag, tot de volgende keer. Doei. Doei. Dag, tot de volgende keer. Ja, dag, tot de volgende keer. Dat zegt hij de hele dag.
Zijn juffen die hadden er ook heel veel lol mee. En hier ligt onze Liam. Die ligt eventjes lekker zijn eigen ding te doen. Want die heeft vandaag weer een flink wat te doen gehad. Het was heel chaotisch op school. Dus is hij even... Er was een nieuw kindje. Hij heeft een onderzoek gehad. Een onderzoek voor van wat voor een kind is het. Et cetera. Voor zijn toekomst. Voor welke school, et cetera. Die dingen lopen ook allemaal. Jordi zit even in zijn eigen wereld. Die heeft vandaag echt veel op school gedaan. Gewoon uit zichzelf. Dus hij is echt goed bezig geweest. Ik hoor alleen maar vandaag alleen maar goede dingen. Dus ik ben trots. Een hele trotse mama. Dus wat dat betreft, hè. Alleen maar goed. Ik moet zo nog even de vaatwasser uitruimen. Inruimen. En eventjes wat dingetjes weer in bakjes doen. Dus ja, dat moet ik ook nog doen. Maar eerst ga ik nu heel eventjes zitten. Want, op daar nou weer zitten. Over, ik denk, 20 minuutjes ongeveer. Is, kan het niet hardop roepen. Als ze dat horen van mij, dat ik dat nu zeg. Dan zit ze al voor het raam. Dus over 10 minuten, kwartier ga ik dat zeggen. En dan gaan we lekker voor het raam zitten om te wachten. Een hele goede morgen. Ik heb alle drie de leden van de Bambix-bende heb ik naar school gebracht. En nu ga ik naar de pijnbank. En ja, ik ga lopen naar de pijnbank. En dan moet ik er dan nog even medicijnen ophalen. En... Ik ben ook al bij de winkel geweest, dus hoef ik ook al niet meer te doen. Dus ja, op naar de pijnbank. En toen was ik terug van de fysio en van de apotheek. Och jongens toch, ik heb al een paar dagen echt hoofdpijn. En dat komt vanuit de spier hier. En dat heeft met de fibro te maken. En die heeft me echt goed hard gepakt. Ik heb daar zitten, echt elke keer als ze daar kwam, dat doet die leuk, vind ik niet leuk, dat doet pijn. En nou ga ik vandaag niet heel veel doen. Maar ja, het is zoals het is. Maar goed, ik ga even lekker op de bank zitten. Ik heb daar nog wel een wasje aan, dat wel. Maar dat was het ook wel echt een heel eind. Maar goed. Dat hoort er ook bij, hè? Het hoort er ook bij dat je af en toe gewoon... En ja, ik heb af en toe vaker die dagen. Maar ja, ik ben ook met 101 andere dingen nog bezig als alleen met visio. Dus dat. Straks zien wij elkaar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. En wij gaan lopen als een muisje op de vlucht. Rijden. En toen was het alweer de volgende dag en was ik vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.